Daarom, we zijn begonnen. Hey, goedemorgen. Ja, echt een hele speciale live deze ochtend, want we hebben een gast, ja, zelfs in deze tijd. Hier zit ze op de bank, Anna. Ik ga haar even introduceren. Anna is from the UK. US. States. Yeah. Oh, yes. In the UK. Yes. Okay. Yes. But she arrived this morning from Amsterdam with a very special message. What are you going to do here in the morning? Well, I brought you the entire collection from Emmanuel Kahn, both the sunglasses and optical. And Yetta Miranda will be showing you some of our newest selections. But we've had quite a good year, despite the pandemic. 2020 was quite good with Emmanuel Kahn, and it continues to grow. We had a lot of people from the past that also remembered the brand, so it continues to grow and be iconic in Paris. We had a special placement this year in Emily in Paris. Oh yes, you watch on the Netflix. Yeah. So, the French people love Emmanuel Kahn, and I'm out here to spread the word. Yes, I've got it too. In the Netherlands, I think. Yes. Okay, dus we gaan echt een live drumshow doen. En we hebben al een beetje een selectie gemaakt voor de brillen die, ja, waarvan wij denken dat die heel goed zijn om bij ons in de collectie op te nemen. Maar we gaan ze jullie allemaal laten zien, want wij kopen natuurlijk een beperkt aantal, want we kunnen niet alle brillen kopen. En zie je er nou straks eentje voorbij komen van je denkt, nou, die is echt voor mij. Ga het gewoon even een berichtje naar ons sturen, dan bestellen we die voor jou mee. Maar we gaan eens even met leuke brillen kijken. En Miranda en Jetta zijn model vandaag. Wauw, leuk hè? Al die brillen zo bij elkaar te zien. Echt, je wordt helemaal hebberig zo van. In ja. Met welk model ga je beginnen, Miran? Nou, deze vind ik wel, omdat Anna net erover had. Ik doe hem even bij Jetta op. Want daar staat hij het mooist bij. Oh, nou, voor de mensen, hebben jullie mijn vlog toen gelezen, die Emily in Paris op Netflix hebben gezien. Als je heel goed oplet, zie je dit model in deze kleur voorbij komen. Je ziet hem heel mooi verlopen, echt van groen naar roos. Ik weet niet of je het heel goed zo heel mooi, hè? Kan zien. Leuk. Dit is dus de Emily in Paris zonnebril. Ja, zo ben je helemaal in naar. Ja, te gek. Ja. Nou, welk model zullen we eens mee beginnen? Want kijk, ik denk dat we als eerste beginnen met wat leuke correctiemonturen te laten zien. Want dit zijn allemaal hele nieuwe modellen, echt heel groot. Alle kleuren zijn nu aanwezig. En ja, gaan jullie ze maar showen, meiden. Anders moet je een beetje daar staan, Miran. We hebben even een mooie licht. Ja, kijk, daar kom ik even bij je. Want er zitten nu nog glaasjes in. Die, ja, dat zijn natuurlijk geen echte brillenglazen. Die spiegelen nog een beetje. En deze is zwart met bruin. En Jetta heeft hetzelfde model op. En die is ook heel mooi, een beetje blauw-paars. Echt lekker groot, heel oversized, toch een beetje vlinder. Dus heel vrouwelijk, die uplift erin. En welke kleuren zijn nog meer in dit model? Nou, we hebben nu zelf een beetje de donkere kleuren opgezet. Maar ja, dit is ook heel mooi, een beetje dat Havana. Ja, wil je die eens opzetten, Jetta? Ja, tuurlijk. Zal ik dan die... Even hier dat puntje staat mooi in het licht. Ja, echt prachtig. Ja, dit is heel mooi, echt die klassieke kleur. Wat een super mooi model. Wat vinden jullie ervan? Heel vrouwelijk. Kijk, en deze die Miranda op heeft, die is met een stukje transparant roze erin. Ook heel mooi. Leuk hoor. Ja, en daarnaast zie ik ook een heel mooi model liggen. Kijk deze, prachtig, die grote, ja. Moet je maar eens even opzetten, Miran. Ja, en weet je wat leuk is bij deze, die Miranda heeft, daar hoort iets speciaals bij. Maar dat zullen we zo eens even erbij pakken.
Heel mooi donkerrood, ook super groot. Wil je eens laten zien wat erbij hoort, Miran? Kijk, en Jetta, die heeft hem eventjes op in een andere kleur. Oranje. Ja, prachtig. Met zwart, hè, en een beetje wit. Ja, en Manuela Kaan, die is, staat echt bekend om haar 70s-stijl. Zoals eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, mooi hè. Maar zij best wel een bekend fotomodel in Parijs. En zij ontwerpt ook kleding, of tenminste ontwierp, want ze is inmiddels overleden. En ze stond zelf bekend om haar grote oversized brillen. En Eva, dat is een Zwitserse sieraarontwerpster, hele leuke meid. Die ontwerpt weer de brillen voor Emmanuel Kaan, maar helemaal in de sfeer en de stijl van de 70s oversized monturen die zij toen ook droeg. Ja, en wat ook helemaal 70s is, zijn de kettingjes. Kijk, en Miranda heeft nu zo'n chain erbij gedaan. En bij heel veel brillen, in dezelfde kleur van het acetaat als het montuur, zitten bijpassende kettingjes. En het ook zo, maar ja. Het leuke is dat het komt echt uit de jaren 70. Het is wel echt een vintage stijl. Maar je ziet nu in de hip-hop scene dat worden heel veel van deze grove brillenkettingen weer gedragen. Die hebben het eigenlijk weer helemaal hip gemaakt. Leuk, hè? Ik heb hem nog even in zwart-wit opgezet. Oh, die vind ik ook heel tof. Ja. Deze oversized brillen die lenen zich ook perfect om als zonnebril te dragen. Of met een beetje getint glas erin. Of met meekleurende glazen, zodat je en een zonnebril eraan hebt en een gewone bril. En zijn er nog meer spectaculaire kleuren in deze? Oh ja, die Havana ook weer. En wil je deze, die zacht roze eens laten zien? Zal ik hem eens opzetten? Ja, dat is ook prachtig. Want dan heb je wel echt een hele grote bril, maar wel gewoon heel zacht van kleur. Heel leuk, ja. En mooi bij jou. Mooi hoor, meiden, ja. En welke heb jij op nu? Nou, ik ben alweer naar het volgende. Oh ja, ja. Ja, leuk. Deze vind ik zelf ook echt te gek. Ja. Ja, hij is toch heel stoer. Hij is even goed een hele rechte lijn zit erin, maar hij maakt niet streng of hard, omdat hij zo mooi open is. Ja, hij is mooi hoog, hè. Ja. En hoe grof zijn de veren? Wil je dat eens laten zien? Ah ja, en mooi ook. Weet je, het is zo mooi als een bril een hoge veer aanzet heeft, zoals deze. Die pootjes noem je veren, hè. En dat zit heel hoog en dat geeft een liftend effect. Zit een veer meer in het midden van de bril, dan downsize dat een beetje. En dit is dus heel groot, heel recht. Een beetje een fijne flat top bril, maar wel heel liftend. En die kleur, hoe vind je, want die vind ik ook. Ik denk zwart. Nee, hij is niet zwart. Nee, oké. Okay. Daarom. Maar dat kan ik niet, niet goed zien. Nee. Hij is een beetje blauw. Oké. Okay. Nou, dat moet je echt in het zonnetje, in het daglicht zien, denk ik. Kijk, oh ja, zo beetje. Ja. Ja, heel mooi. Dat vind ik ook, ja. Ja, die glam zit erin. Ja, en welke heb jij het? Nou, even speciaal voor Ben. Als je kijkt. Oh ja, Ben, ben je aanwezig? Ja. Ik heb deze toen namelijk op de foto opgezet en die vond je helemaal te gek. Dus ik denk, ik zet hem voor jou nog eventjes op voor het filmpje. En deze mooie ketting erbij, want het is namelijk een hele stoere bril, wow. Echt recht. Ja, prachtig. Maar als je juist zo'n ketting erbij doet, dan maak je hem net weer even wat chiquer. Ja, Dem, heb je het gezien? Dit is echt wat voor jou. We zullen hem voor je meebestellen. Ik denk dat dit wel echt de rode bril is die jij bedoelt. Ja. En welke kleur heb je nu op, Miran? Ja, dit is ook met een beetje zacht transparant roze vlekjes erin. En het andere is donkerbruin tegen het zwart aan. Ja. Ja, bij mij zie je die kleur denk ik minder zo. Of wat, als je hem op ziet minder, als je hem zo tegen licht inhoudt wel. Ja, wat gek. Ja, ik vind dit ook een heel mooi model. Maar dit is ook wel een model wat heel goed voor de heren kan, denk ik. Denken jullie niet? Nou, dat zou wat is zo mooi plat en zo mooi recht is. En er zijn gewoon geweldige kleuren in. Ja, en deze. Oh, ja. Jetta, ik doe die. Van mij pikt mag meteen het. De goede kleur eruit. Oh. Nou, ik ga eens even naar Miranda toe. Welke heb je op? Deze. Ja, dan moet je eigenlijk je haar aan de kant doen. Want de veren. Ja, de veren zijn een beetje paars. Ja. En van voren is hij dan weer dat bruin gevlekte. Maar ik vind dit model ook zo leuk. Deze heeft ook wel een beetje dat vlinderige erin. Dat puntige, dat hoge naar de zijkant toe.
En welke heb jij op je? Ik had deze kleur zelf nog niet gezien, dus ik kijk er even mee. Ja. In de spiegel. Maar dit hebben we in het donkergroen. Ja, ik vind dat wel heel tof. En ik vind ook je ogen spreken, ook al heb je blauwe ogen, ja. Maar alsnog knallen je ogen er heel mooi uit. Ja, staat heel mooi. Ja. Wat vinden jullie? Zijn jullie al toe aan die grote brillen? Ja, dit is echt, maar er zijn zulke mooie kleuren ook in dit model. Want wil je die eens met die lichte veren laten zien? Want dan moet je hem eerst maar eens vasthouden. Dit is ook zo mooi. Kijk, deze is, ja, hoe noemen we dat? Een beetje beenachtig, hè? Dat, ja. En dan donkerrood aan de voorkant. Ja. Oh ja, maar ook met weer een met beetje vlekjes. Een vlammetje. Ja, heel mooi. Als even opzet. Kijken. Ja, je krullen verbergen de grap van de bril. Heel mooi. Mooi. Ja, echt heel mooi. Ja, en ik vind ook, ze hebben ook een hele leuke herencollectie. En de mode wordt ook in kleding zo en ook in accessoires, in brillen, wordt heel erg gedomineerd door vrouwen eigenlijk. Hè. Fashion is heel vrouwelijk en om voor heren iets bijzonders te vinden, ja, dat is soms best wel lastig. Daar moeten we echt moeite voor doen. Kijk, dit is heel een donkerbruin. Oh, sorry. Ja, echt Havana, hè? Met de donkere klassieke. Ja. Hij heeft zo'n mooie rand erbij. Jetta heeft hem op. Oh ja, Jetta. Oh ja, die is leuk. Ja, als een heer. Een snor. Nee, zo is hij ja, ook geweldig. Ja, dit staat jou ook heel ja. Mooi. Ja. Een beetje groenig spiegelglas zit erin. Mooi hoor. Ja. Heel mooi. Ze zitten ook fantastisch allemaal. Ja. Kijk, bij Milan kan die ook. Dus dit is wel echt een model, heren, dames. Nou, maakt eigenlijk gewoon niet uit, hè. Dat is echt een bril die voor iedereen wel weer kan. Ja. Ja, leuk. En welke kleuren zijn daar nog meer in? Nou, deze is ook echt heel erg leuk. Deze is zwart aan de voorkant. Ja. En die heeft een, ik draai hem even om, dan kan je hem beter bekijken. Kijk, dan heeft hij een beetje licht. Ja, misschien moet je een beetje draaien. Ja, van de zijkant dat ik hem kan filmen, want je ziet het net niet. Ja, zo is het beter. Oh ja, ja, en de binnenkant is dan geflekter. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Ik vind het ook een heel mooi model. Ja, een mooie vind bruine. Ik ook wel een bijzondere kleur. Want soms wil je juist een transparante bril. Maar je moet altijd oppassen dat transparant niet te flat wordt. Maar dit is juist een hele warme kleur. Het is een beetje champagne. Ja, maar dat houden we van. Champagne ontbijt. Ja. Dat is echt Parijs, toch? Hebben we Emily in Paris ook gezien. Dit is... Ja, heel mooi deze. Ja, en in een transparante bril kan je ook zo leuk spelen met gekleurde glazen. Ja, dit is weer die groene. Staat je heel mooi uit. Die zo misschien een beetje weer heel donker lijkt. Ik ja. Zwart aan, maar hij is weer donkergroen. Groen. Ja, dat we eerder ook hebben gezien. Die had ik net ook op. Oh, echt? Oh, nou bij jou leek hij dus dan denk ik heel... Ja, die kleur glazen is ook mooi, hè? Ja, ja, heel leuk. Dus heren, ook voor jullie... doen we er een kettingtje om. Ja. Kijk, ik laat nog even meer zien. Er zijn zulke leuke kettingtjes. Heel mooie kleuren. We hebben ook nog een paar spectaculaire zonnebrillen. Kijk, moeten jullie eens zien. Het is echt een hele leuke prints. Mooie kleuren. Willen jullie er eens eentje opzetten? Kijk, zet ik deze op. Het is een beetje een pantenprint, maar wel echt met dat glittertje erin. Vind je dit zo mooi? Ja, heel mooi. Chic. Ja, het leuke is, wij maken van heel veel zonnebrillen ook gewoon correctiebrillen. Dus glazen eruit en gewoon lichte brillen erin. En dat zijn ook wel... Nou, niet, mag je niet thuis proberen hoor. Don't try this at home. Wat doe je nou, Jet? Even om te laten zien. Kijk, dat die ook heel leuk is met blanke glazen. Ja, echt heel mooi. Kijk, dan zie je wel, zonnebrillen zijn op het algemeen wat groter en wat grover. Ja, en wij houden gewoon daarvan, ook in correctiebrillen. Ja, dit is gewoon ook een hele chique vrouwelijke bril. Superleuk. Welke kleur heb jij op, Miran? Ik heb hem in, het, nou, in de echte pant erop. Oh ja, 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 maar dat past ook wel bij je outfit vandaag natuurlijk. Ja. Ik ga even heel dichtbij. Tenminste met de telefoon. Ja, heel mooi. Ja, en deze, die, ja, zonnebril prachtig, maar ook als gewone bril. Echt heel leuk. En er zijn nog meer spectaculaire kleuren, hè? Ja, Jeroen, deze natuurlijk. Leuk om zo meteen ook wat brillen te laten zien. Ja, deze eigenlijk, deze staat Jeroen. Oh, ik moet even de camera dat wisselen, want ik moet er één op. Hoor ik net. Ja, dat is wel grappig. Bij grijs en licht haar
staan grijze tinten heel mooi. En ja, dat moet ik natuurlijk showen. Hè? Doe ik even mijn kap af. Sharon is zich eventjes aan het omkleden. Ja, we moeten overal. Kijk. Ja. Kijk, en sneeuwpanten. Nou ja, voor in de Limburgse heuvels nu. Nu ligt de sneeuw toch? Nou, leuk. Heel mooi die kleur ook bij je. Een beetje van ver. Maar deze ook super tof. Ik denk dat ik deze ook als gewoon als correctie ga dragen. Moet je ook zeker doen. Ze hebben ook echt, als je hem niet als correctie draagt, hebben ze ook echt super mooie. Er zit een hele mooie ontspiegeling op deze glazen. Dus ze kijken ook nog eens fantastisch. En welke gaan we dan opzetten? Sorry, ik heb geen kap op als er meteen een harde stem komt. Ah ja, kijk, nu heb ik toch nog mijn bril af. Dus zal ik eens zo'n vlinder laten zien? Oh, je gaat die laten zien. Oh, dit is ook een hele mooie combi. Het is een combinatie van heel mooi titanium met acetaat. En ja, dat is gewoon, dat geeft een hele chique uitstraling. Kijk, en dit is natuurlijk nu dan met donkere glazen. Zoals je ziet. Maar dit zal ook heel leuk staan als we de glazen even uithalen. Ja. Hij is mooi fijn. Maar welke kleuren er zijn. Of ben je en ik heb het andere model op te vallen. Kijk, hier heb je nog de transparante kleur weer. En dit vind ik zelf ook een hele mooie kleur. Er zit bruin in, roze, oranje. Ik doe hem wel even op. Doe jij hem als zonnebril en dan heb ik hem als kleur. Nee, dan kom ik bij jou eventjes zo. En als je een beetje met je gezicht ook weer draait. Oh ja. Haar aan de kant. Laat zien. Zie je dat hij heel mooi fijn is van de, eigenlijk van de zijkant. En van de voorkant heeft hij juist echt weer dat stoere. Dit zit bij mij ook. Draai. Fantastisch. En dan gaan we eens. Ja, het draagt het echt heel licht. Kijk, ik heb even de zonneglazen eruit gehaald. Dus zoals jullie hem net zagen, zag hij eruit de zonnebril. En zo zie je. Als je hem gewoon met lichte glazen doet. Heel mooi. Ja. Ze zijn er stil van, hè? Ja, ze zijn... Ja, ja mensen kijken, maar... Ja, echt heel leuk. Ik kan die even terug doen. Kijk, en hier is die ook nog. Een beetje dat wit transparant. Het is heel tof als je daar dus weer een tintje in zou doen. Zwart. En natuurlijk het zwart. Dat mag niet missen in de collectie. Goed. Kijk, en dan heb ik deze nog. Dit vind ik ook echt. Kom maar even staan. En welke kleur heb jij op, Miran? Nou, dit is weer een beetje dat groene. Maar nu met vlekjes. Ik weet niet of je het ook dat haar van hem. Ja, je ziet dat groene wel een beetje doorheen, het transparante. Dan draai je een klein beetje naar. Ja, dan zie je heel mooi dat groene doorheen komen. Die is er ook echt in heel veel mooie kleuren. Ik zie jullie kunnen ook, als jullie willen, dat we er eentje nog showen. Ja, als je nog echt een kleur wil zien. Ja. Misschien wil je die roze nog eventjes opzetten, Miran. Want dan heb je een donkere variant, maar ook een lichte. Heel mooi. Ik vind het vooral heel mooi dat juist die bovenkant niet altijd even opvalt. En juist als je dichterbij komt, dan zie je dat heel goed, dat hij echt wat bijzonders ook nog heeft. Ja, ik vind het heel mooi model. Kijk, ik ga deze aan de geven. Ze hebben ook, sommige die hebben helemaal speciaal een... Ja, dat moeten we eens laten zien. Ja. Waarom die veren nou zo zijn van sommige zonnebrillen. Ja. Oh, Lisbeth wil dat je de blauwe nog even toont. Die Sharon had. In de vlinder of in het hoekige model? Kijk, je kan ze alle twee wel even laten zien. Ja. Ik leg ze gewoon even hier neer. Anders pak je eerst die blauwe eventjes. Ja. Dat ik hem even toon. Kijk, dit is de vlinder. Heel mooi. Ja. Die valt bij mij ook goed. Ik weet niet... op de neus. Ja. En zet nu de hoekige eens op. Deze is wat dieper.
En hier zitten dan de zonneglazen in. Mooi hè, dat blauw. Je ziet niet vaak van dat mooie, lichte, transparante blauwe natuurlijk. Ik vind het echt wel weer wat anders. En Bem wil graag dat je nog de grijze opzet. En welk montuur, Bem? In het die hele die grote hoekige? Kleurstof of die hoekige? Of hier die vlinder, dat zou natuurlijk ook kunnen. Oh, nou Inge wil ook dat we de transparante vlinder even showen, dus die kan je opzetten. Met zonneglazen of zonder zonneglazen? Ja, en weet je wat ik zonde vind? Hier hebben ze eigenlijk een beetje te donker glas ingedaan in deze bril. Want moet je de glazen maar eens uithalen, Miran? Ja, want als je hier een lichter zonneglas in doet, dan, dan is hij veel zachter en transparanter. Ja, of gewoon kleurloos. Maar wij wisselen vaak hoor, met glazen en kleuren. Wij mixen en matchen en maken zo een beetje onze eigen collectie daarin. Ja, deze, zegt Bem. Deze? Ja, die wilde ze nog even zien, ja. Maar Bem, vind je hem... want deze is er ook in een hele leuke andere kleur voor jou. Kijk, moet je eens zien. Ik zal hem eens... Kijk, het is een beetje oranje-bruin gevlekt. Ik zal eens vragen of Jetta hem opzet. Tuurlijk. Want het is wel een supermooi model. Ja, leuk ook deze. Ja, zegt Bem. Deze is leuk, hè? Ja, ik denk dat deze nog sprekende bij je is. En als je voor wat transparant wil gaan... Want die transparante die Miranda net op had, die was heel wit transparant. Maar kijk, deze, die is een beetje weer die champagne transparant. Ik heb hier nu lichtere glaasjes in gezet. Ja, dat is het mooier, hè? Ja. Kijk, en ik zal je deze even... Jetta nog als model voor de transparante... Deze is net eventjes wat warmer. Dit is wat chiquer, vind ik. Die andere is net een beetje te kil, te wittig. En het is heel leuk, want hier zit een heel subtiel bruin randje een beetje aan de zijkant. Heel mooi ook deze bril. Nou, Bem, dat wordt nog lastig kiezen. Ja, ja. Kijk, en we zullen ook nog eens die donkerrode laten zien. Zal ik hem nog een keertje verder opzetten? Ja. Ja, oh ja, Bem zegt ja, champagne ontbijt. Ja, daar zijn wij ook gek op. Zetten we deze dat vinden we een goeie. Kijk, en dit is nog zo'n hele mooie rode. Ja, dat is gewoon niet te vergelijken met zo'n transparant. Ah ja, Bem zegt, ja, dit is het. Deze zeker. Nou, Bem, leuk. We gaan deze voor je regelen. En wil je er ook nog een kettingtje bij? Kan je het nog eens laten zien, de kettingtjes? Kijk, deze is net eventjes wat grover. Vind ik echt wat voor jou, Bem. Ik zie jou al helemaal zitten daar in de Franse natuur, in je natuurpark. Leuk boekje erbij. Ja, die is met een metalen ring erin. Ook heel leuk. Ja, heel mooi. Staat mooi, hè? Ja. Nou, ik zal nog eens een keer de brillen laten zien. En als jullie het nou eentje zien dat je denkt, oh, die wil ik echt even bij iemand opzien. Dan geef het even snel door, want dan gaan we ze gewoon nog even showen voor jullie. Oh ja, deze hebben we nog niet op gehad, denk ik, meiden. Die is ook zo leuk, want dat is een beetje een hoge vierkante bril. Even wisselen van plek. En wat heel fijn, wat ik heel mooi vind ook, is hij heeft een witte binnenkant. Ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Ja, dat kijkt zacht dan, ja? Hè? Ja, het kijkt heel rustig. Ja, echt heel mooi. Okay. Er zit ook een beetje een soort glittertje in, vind ik. Hij is heel, heel vrouwelijk en ook heel stoer. En Miran heeft hem op in een andere kleur. Maar die is ook zo mooi. Ik weet niet of die glitter... Wauw. Wow. En prachtig ook. Die daarachter, Inge, welke bedoel je? Dat is wel leuk, want jullie reageren heerlijk. En wij weten nooit of de reacties meteen binnenkomen op de brillen die we laten zien. Of dat er een soort vertraging in zit. Kijk, ik ga nog eventjes over alle brillen heen. En als jullie denken van nou, die moet ik echt even zien. Maar hoe... Zeg vooral de kleur. Ja, de kleur. Bij. Ja.
ook. De Emily in Paris bril, nou die is ook zo mooi. Die verloopt van groen naar een beetje bordeaux rood naar roze. Die moet ik eigenlijk gewoon gaan dragen. Ja, ja, ja jij bent helemaal fan daarvan. Ja. Dus dat is wel, ja, glitter, oké. Okay. Oh, dat is Inge wil glitter zien. Zijn dat deze? Deze goudglitter. Oh, zal ik die? Ik hou. Oh, en Bem zegt die links van deze, die grijze. Oh, meiden, dit wordt echt ingewikkeld. Onder de blauwe. Onder de blauwe. Die? Die is een beetje groen. Bedoel je deze? Kijk, we laten eerst even de glitters zien. En je moet net een beetje een stapje opzij, Miran. Ja, zo ja, anders sta je zo overbelicht. Ja, zo zien we de kleur goed. In vier. Shiny. Nou, dat kunnen we wel gebruiken dit jaar. He, een beetje sparkles. Het kettingje aanvesten. Ja, echt heel leuk ook. Ja, en Bem bedoelt deze. Kijk, hij is heel donkergroen naar lichtgroen verlopend, Bem. Dus het lijkt misschien in eerste instantie grijs, maar mooi, hè? Ik weet niet of het nou verteld is. Hier in de zijkant zit zo'n knik in de veer. Ja, leuk hè, een zigzagveer. Ja, en dat is juist het leuke, dat je hier dus heel gaaf zo'n ketting ook aan kan hangen. En nee, onder die zwart-witte. Oh, deze bedoel je. Inge, ja, even kijken. Deze, denk ik. Ja, hou hem maar eens gewoon recht. Dan kunnen we even goed de kleur laten zien. Die heeft een hele bijzondere kleur. En hij is ook een beetje transparant. Pas wel bij onze pauw. Ja, ja. Inge. Yes. Ja, we hebben hem. Leuk. Wil je hem nog eens opzetten, Jet? Kijk, want nu is hij natuurlijk dan als correctiemontuur. Maar echt heel mooi. Ja, het wordt voor ons ook moeilijk kiezen, want we zien zoveel mooie brillen. Dit is diezelfde brillen met ons schoenen. Wauw, geweldig die, zegt Monique. Ja, het is ook echt wat voor jou, Monique. Dat denk ik ook wel, ja. Kijk, en dit is diezelfde print als die Jette net oppakt, maar dan vierkant en dan in de zonnebril. Het zonnebril gaan staan. Ja. Ja, echt heel leuk. Nou, we gaan nog even een rondje doen. En dan gaan wij straks eens kijken welke brillen we gaan bestellen voor in de mooie ogencollectie. En als jij nou denkt, oh, dat vind ik echt gek. Die zou ik ook heel graag willen. Geef het eventjes door of maak even een screenshot of zo, een fotootje ervan. Dan bestellen we die gewoon voor je mee. En dan kan je hem altijd even in de winkel komen kijken en komen passen. En het verplicht je tot niets hoor. Als je denkt, ja, valt in het echt toch een beetje tegen. Nou ja, het kan gebeuren. Je moet hem ook wel passen. Je moet hem wel op je neus zien, ja. En ik denk dat Miranda en Jetta en ik, ja, weet je, hier worden wij ook heel hebberig van. Ik denk dat wij ook nieuwe brillen uit gaan zoeken. Ja, ja. Zeker. Ik heb hem al gezien. Ja, oh, ja. Denken jullie te weten welke Jetta gaat doen? Ik heb het al een klein beetje verklapt, denk ja. ik. Maar. Zul hem verklappen, Jet? Ja. Zet hem nog eens op. Kijk, Jetta is zelf helemaal weg van deze. Die gaat deze zomer hiermee op de terras zitten. Want daar gaan we toch gewoon voor. Paris. Ja, terrassen weer open. Lekker naar het strand. Helemaal, ja echt. Zo zie je Jetta deze zomer. En jij Miran, weet jij het al? Nou, maar bij mij gaat het één van deze worden. Ja, met het titanium en het kunststof? Ja. Ja, superleuk. Nou, allemaal bedankt voor het kijken en we houden jullie op de hoogte. Als ze binnen zijn, dan laten we het zeker weten. En dan, als je wil komen passen, maak een afspraak. En nou ja, heel bedankt en kijk uit vandaag. Het is spekglad buiten, omdat we hier vanochtend heen gingen. Ja. Maar, oh kijk, Inge zegt nog, die transparante vlinder mag je voor mij achteruit leggen. En bedoel je dan een beetje die wit transparante of een beetje die champagne transparante? Oh, hier ligt die champagne. Kijk, dit is de champagne. Ja, die vinden wij zelf echt ook prachtig. Ja. Nou, Bem, we bestellen het voor jou. Die rode. En voor Inge, we gaan gewoon even kijken welke je leuk vindt. Oh ja, en Liesbeth zegt de blauwe. Oh ja, die zo. Ja, dat is ook echt wat voor jou, Liesbeth. Oh ja, en Inge zegt de witte en de blauwe. Nou, nou. We worden er allemaal hebberig van. Nou, superleuk, bedankt. Kijk het filmpje gewoon nog een keer na. En als jij nog wat wil bestellen, dan laat het ons gewoon weten. En kom volgende keer gewoon lekker in de winkel passen.
Nog even een afsluiten vandaag, meiden. We zijn er helemaal stil van. Er komt zoveel op ons af. Heel leuk dat jullie met ons meedachten. Dat vind ik als ja. eerste. En fijn dat we zijn hier nou welke we in hebben gekocht. Maak eventjes een afspraak en dan kan je ze gewoon lekker komen. Ja. En Bem zegt champagne. Ja, het is nu tijd voor champagne, Bem. En ik zwaai nog even naar Anna. Ja. Dankjewel, Anna, voor de mooie collectie om hierheen te brengen. Thank you. Oké, fijne zaterdag. Doeg!